Goedenavond, welkom bij Studio France. We praten na over het EK-nieuws van vandaag, over de wedstrijd van zojuist. We blikken vooruit op wedstrijden van de komende dagen. Bijvoorbeeld Wales tegen Engeland. Met John van Zweden, die u kent van Swansea City. Met Rafael en Jury nemen we de wedstrijd van vandaag door. En ook met een Albanees die hier al met het hoofd gebogen zit. Luan Bouleskay. Ja. Bouleskay van der Linden. En dat zegt dan al genoeg. Je bent half Albanees en half Nederlander. Wat voel je op dit moment het meest? Op dit moment Albanees. Sowieso. En dan een teleurgesteld. Ja, teleurgesteld omdat laatste minuten geveld door twee doelpunten. Het is wel heel zuur dit. Wat was een terechte uitslag geweest voor deze wedstrijd? Of was dit de terechte uitslag? Ja. En de voetbal, maar ook verdedigend heel erg goed. Hij speelt bij Napoli. Ik kende hem eigenlijk niet. En dat is wel het leuke aan zo'n toernooi natuurlijk, dat zo'n jongen zich laat zien. Ja, jij kende hem ongetwijfeld wel. Ja, Bayern München schijnt geïnteresseerd te zijn in hem. Dus, En nu nog een beetje meer misschien. Ja. Luan, hoe is jouw Albanees? Je bent getogen in Nederland. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam-West, stad Stil de Baarsjes. Ja. Amsterdam gewoon. Dus mijn Albanees is niet heel erg goed. Nou ja, wij verstaan er toch niks van, dus je kan ook iets verzinnen als je wil. We gaan even luisteren naar een van de ongetwijfeld teleurgestelde Albanezen. Ja, nou, daar wil ik toch even met je over hebben, Luan. Als het toernooi afgelopen is, dan zou het zomaar kunnen dat het Albanese elftal volledig uit elkaar klettert. Want Kosovo is nu ook een officieel land. En wat betekent dat voor Albanië? Nou, dat betekent dat, dat is wel interessant, dat spelers die van Kosovaarse afkomst zijn, die al interlands hebben gespeeld voor andere landen, voor Kosovo uit kunnen komen. Dus bijvoorbeeld voor Albanië, maar ook voor Zwitserland, hè? Ja, je hebt Shaqiri, kan voor Kosovo uitkomen. Je hebt Xhaka, Granit Xhaka, kan voor Kosovo uitkomen. Janusaj, Manchester United. Ja, dat zijn namen uit allerlei verschillende landen. Laten we eens kijken wat er gebeurt met de Albanese opstelling van vanavond, als daar al die Kosovaren uit wegvallen. Ja. Dit is de opstelling, hè? Ja. En dit is dan wat het dan wegvalt als ze voor Kosovo gaan spelen? Nee, deze spelers gaan voor, kunnen voor Kosovo spelen. Ja, precies. Berisha, dus dit zou dan al bijna de opstelling van Kosovo zijn. Ja, ja. Nou, dan kunnen we het nog gekker maken. Met dit is een goed team. Een aanvulling met nog wat Zwitsers erbij. En dan heb je gewoon bijna een helemaal compleet fantastisch elftal. Dan heb je en dan noem je nog Janusaj erbij. Ja. En de man, de aanvoerder die met rood er niet bij is, die mag volgens mij ook nog. Ja, die, mag, die is ook een Kosovaar. Ja. Ja, oftewel, Kosovo kan wereldkampioen worden. Ja, met een land met, van 2 miljoen mensen kan wereldkampioen worden. Ja. Ja, Janusaj is Belg, hè, geloof ik, dacht ik. Ja, ja. Ja. En nog heel veel meer. Die kan voor heel veel landen kiezen. Ja, klopt. Dat zou willen. Ook voor Albanië trouwens. Ja. Over veelzijdigheid gesproken. Ja. Jij zit hier nu als Albanese voetbalsupporter. Ja, we gaan straks praten over social media, want dat is jouw werk. Jij werkt met voetballers en social media. Klopt. Maar je bent ook rapper slash dichter. Ja, klopt. Voel je de behoefte om iets te maken over vanavond? Ja, ik improviseer veel. Dus ik ga gewoon iets improviseren. Oké. Dus als het fout gaat, maar dat is geen excuus. Gewoon. Je hoeft dat dus niet voor te bereiden. Je hebt geen pen en papier nodig. Nee. Dat gaan we zo meteen doen. Ja. Oké. Okay. Bereid je dat vast nu op voor? Okay, nee, nee, nog niet nu. Oké. Wat gaan we eigenlijk doen nu? Ja, we gaan naar het andere. Op zeg maar, de ouderwetse manier, de televisie. Op social media gebeurt er ook het een en ander, Luan. En daar weet jij dan weer alles van. Want jij, jij werkt bij een bedrijf dat onder meer Thomas Vermaelen helpt in social media. Ja, wat doe je dan? Nou, ons bedrijf heet 1924 Sport. En wij ondersteunen spelers op het gebied van social media. Wij zijn eigenlijk hun persoonlijke kanaal, hun uithangbord. Wij spreken namens hun en wij doen wat de spelers willen en hoe zij kunnen connecten met fans. Dat betekent dus concreet dat Thomas Vermaelen heeft dan een Instagram-pagina? Ja. Of een Facebook-pagina? Bijvoorbeeld, ja. Of een YouTube-kanaal? Ik weet niet precies wat. En dan doen jullie de posts? Of doet hij dat zelf? Doe je dat in overleg? Dat doen we in overleg. Ja, dat doet hij zelf. Of als wij een idee hebben, dan stellen we dat voor. Een tekst met een foto of een video. En dan wordt dat besproken met hem. En dan wordt dat dan gepost eigenlijk. Ja. En ook statistieken worden bijgehaald en hoeveel volgers je hebt. En zo is dat met hem. Maar jullie hebben ook Nederlanders. Ja. Depay. Van Persie. Ja, heel veel spelers. Van der Wiel. Basa Çıkoğlu, Sillessen. Ja, een heleboel. Ja. En is het dan zo dat bij al die spelers, kijk, daar heb je bijvoorbeeld Van Persie. Dit is ook een filmpje, denk ik, dat bij jullie hoort. Dit is hoort, een filmpje hè? Van ons, ja, ja. Klopt. Is het dan zo dat al deze jongens rustig afwachten totdat jullie met iets komen? Of zitten daar fanatiekelingen tussen? En dan gok ik gewoon op Memphis Depay, telefoon al in de hand. Die dan zeggen, ik wil dit posten, Luan, of een van jouw collega's. En dan een overleg. Ja, vaak wel, ja. De ene is natuurlijk inderdaad meer actiever dan de andere op social media. De ene hecht er meer waarde aan. Ja. En
Maar zeg, jullie, zeg je ook bijvoorbeeld dat hij zo in zo'n privéjet zit? Ja. Moet je niet doen? Nee, dat, dat is... Dat gaat uiteindelijk wel de speler of zo? Ja, dat is gewoon, dat is dat bepaalde speler, ja. Ja. In dit geval hebben jullie het zelfs in het filmpje laten zien. Dus dat zou je ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen. Nee, maar het was natuurlijk, de overgang naar Fenerbahçe was natuurlijk iets groots. En het was wel iets moois om dat van dichtbij te filmen. Ja. Er zijn, kan ik me zo voorstellen, veel voetballers en andere sporters, misschien en andere beroemdheden, die het ook echt nodig hebben. Ik denk aan een voorbeeld, volgens mij was het uit 2009. Gregory van der Wiel had zich afgemeld voor het Nederlands elftal, voor een trip naar Australië. Dat is met Little Wayne, hè? Ja, ja, was geblesseerd en een paar dagen later, dus terwijl het Nederlands elftal in Australië zat, post hij deze foto. Ja. Dat hij, was ook nog vrij laat, geloof ik. Op Twitter, hè, geloof ik. Ja, bij een concert was van Little Wayne. Ja. Ik denk niet dat dit op advies van jullie was. Of nee, of een andere, want wij bestonden toen nog helemaal niet. Nee. Maar heel lang geleden. Ja. Maar nee, dat was inderdaad. Nou ja, ik vond de reacties er ook weer overdreven op, moet ik zeggen. Zoals dat gaat op social media. Ja, dat, en natuurlijk ook een beetje de tendens in Nederland meteen iemand afbranden. Maar ja, het was. Ik denk niet dat hij er bewust bij na heeft gedacht. Zou jij het gedaan hebben? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n twitteraar, zeg maar. Of, heb je überhaupt een pagina? Ja, ik heb wel. Pagina? Ja, dat wel, geloof ik. Een Twitterpagina, geloof ik. Maar ik ben heel, moeten we het aan Luan heel lang al niet op geweest en ook niks gepost. Maar ik ga het wel weer een beetje doen, omdat het wordt steeds weer... Ja, het is belangrijk en je hebt natuurlijk veel fans. Maar ik vind bepaalde dingen, dat hoeft niemand te weten. Of je ziet tegenwoordig dat ze zichzelf filmen en erop gooien bij het ontbijt. Of, ja. Weet ik van wat. Of elke dag een fotootje met je kind of iets dergelijks. Ja, kijk, iedereen moet voor zichzelf weten, hoor. Maar ik heb daar niet zo... Maar Rafael zegt al, het is belangrijk. Waarom is het belangrijk in deze tijd? Wat is het, wat kan je ermee? Omdat het publiek staat op dat moment op die manier dichtst bij de speler. Het dichtst bij wie de speler is. En wat heeft de speler er dan zelf aan? Wat kan hij er bijvoorbeeld beter van worden? Of Jury? Nou, ik zou als ex-voetballer die... lijkt me wel, kijk, Twitter-account. En dan maar dat ik minstens één keer per dag een flink... of één keer per dag een flink provocerende tweet eruit gooi. Kun jij nu eentje voor mij bedenken? Namens Jury Mulder. Ja, namens Jury Mulder. Het is echt gewoon dat je denkt, nou... Misschien dan die van Gary Lineker over Pepe. Dat bedoel ik, zoals gisteren Gary Lineker, weet je wel... Ja, dat is vrij duidelijk. Denk je dat hij dit zelf trouwens doet of heeft hij ook een tekstschrijver in dienst? Gary is een welbespraakte man natuurlijk. Ik denk dat hij het zelf wel gedaan heeft. Ja, dat denk je 100% zeker. Ja? Ja, dat ben ik overtuigd. Ik denk dat hij het zelf gedaan heeft. Ja. Maar even terug naar het nut. Want je hebt dan voorstanders en tegenstanders. Hè? Dat geldt voor bijna al die social media. Maar Co Adriaanse zei er het volgende over. Ik ben toch benieuwd wat je daar dan... van vindt. Al die sociale media hebben een enorme invloed op het teambuildingsproces. Kijk, hij bekijkt dat dan dus vanuit een clubsituatie. Ja. Ik zou meteen zeggen, weg met die telefoontjes. Ja. Wat vergeet hij dan? Is dat dan een ouderwetse gedachte? Nou ja, bijvoorbeeld op de wedstrijddag of voor de wedstrijd een paar uur of na de wedstrijd, dan hebben we ook niet contact met spelers. Omdat we zijn hier niet om ze af te leiden van waar het uiteindelijk om gaat. Dat is jullie kant, maar de speler zelf wil natuurlijk wel heel graag... Ja, er zijn natuurlijk heel veel spelers die zelf het een en ander doen en ook testen en kijken wat er gereageerd wordt. Nou ja, dat is dus bekend in het Duitse team. Daar heeft SAP, een bedrijf, heeft daar een speciale app gemaakt voor die spelers onderling, toen in Brazilië. En daar wisselden ze dus ook beelden met die spelers uit. En dus zo'n groepsapp helpt wel in een team. Alleen dan is het maar om te zeggen van morgen ontbijt om 10 uur. Ja, maar dat dan kom je niet, in ieder geval niet als die Pogba te laat, weet je wel. Dat is gewoon dat is een intern circuit. Op je telefoon. En weet je wel, ik weet wel, bij Twente ook, er werd er zo'n ding, het wordt alles opgeschreven, het programma van de dag. Ja, ze maken allemaal een fotootje en dan heb je het er gewoon op. Dus ja, die telefoon, die moet er wel bij. Ja. Wie zou je nog heel graag in je bestand willen hebben? Balotelli. Puur omdat het is leuk om een onorthodoxe speler te hebben die rare dingen doet en die rare dingen post. En ik ben fan van Daniel Sturridge op social media. Dat is een hele leuke, open jongen. Ja. En is Balotelli dan ook zo iemand waar je misschien juist, omdat het met zijn voetbalcarrière niet altijd even goed lukt, juist hier heel veel aan hem hebt en hij dus ook? Dat denk ik wel, ja. Ja, je kan misschien wel meer verdienen op dat gebied dan... Ja, eigenlijk misschien wel, ja. Want het is natuurlijk een extravagant figuur. Dus hij kan hier ook heel veel een slaatje uitslaan natuurlijk. Ja. Hey, en wat kost zo'n tweetje? Zeg maar één tweetje per dag? Namens Jury Mulder? Of gewoon? Ja,
Daar vraag ik wel €1.000 voor. €1.000? Nee. Nee. Vraag me wat. Nee, ja. Nee, dat gaat niet zo. Dus niet, we zijn gewoon een bedrijf en ze zijn gewoon aan ons geleerd. En elke speler heeft een social media manager, iemand anders, zeg maar. Voelen jullie er iets voor? Zouden jullie hem in dienst willen nemen? Jij, bijvoorbeeld? Nou ja, nee. Niet direct, nee. Je kan het wel zelf? Nou, zelf niet, want je moet wel iemand hebben die goed Engels... alles. Dat kan ook in Nederland, toch? Ja, kan ook, maar dat is ook een probleem. Ja. Dus, ja. Oké, okay. We gaan even een goede tweet bedenken voor je voor vanavond. Kunnen we ondertussen kijken naar... Ik heb vandaag concurrentie in de schrijf- en dichtkunst. Ik heb het gehoord. In een iets hoger tempo. Luan, jij bent dichter. Ja. Hoe heet het ook weer? Slam. Slam poetry. Ja, is dat niet eigenlijk een wedstrijd? Soort rap een beetje, weet je. Ja, je kan het zo zien. Dit kan ook in je eentje. Ja, je kan het ook. Je hoeft het niet, je hoeft iemand niet te verslaan, nee. Hoe heet jij als rapper? El Diep. Oké. Ga staan, alsjeblieft. Ja. Je had het waarschijnlijk een stuk vrolijker willen doen dan het nu het dus, geval is. Ik ga het wel zo vrolijk mogelijk doen. Ja, want jouw land heeft helaas verloren. Helaas. Maar ook dat levert mooie beelden op. Ja. Dus ga je gang. Albanië op het EK. Men dacht dat het niet kan. In de laatste minuut geveld door een kopbal van Griezmann. En bij mezelf dacht ik, dat vind ik fucking erg. Ik werd boos en was tot op het bot getergd. Maar kijk, ik vind het ook wel kut. Sorry dat ik scheld, Henry. Zet ik je voor schut? Nee. Met deze improvisatie ga ik helemaal los. Raffi komt terug naar Jaxi. Ben je aan het luisteren, Peter Bos? Ja, helemaal bruin, want ik kom terug van vacation. Enige keer dat ik naar Yuri luister is op de PlayStation. Dus gewoon uit mijn koppie doe ik het spontaan. Ik kan het beste voetballen op hard gras, Henk Spaan. Ja, Albanië verdedigde met agressie. Geen aanval, want er stond geen hond behalve Messi. Ja, maar Albanië, het blijft gewoon mooi en een prachtteam. En we zijn erbij met Rusland in 2018. Hey! En uit het hoofd, Henk, zullen we je uitdagen? Ja, nou, dat lijkt me te moeilijk. Ja. Nee, ik erken mijn meerdere hier. We gaan afsluiten met de Armenië ligt eruit. Die mogen naar huis. Albanië moet afwachten. Luan Buleshkai, half Albanees. De mensen die een paar dagen geleden hebben gekeken, kennen jou. Ook als een man die met social media bezig is van een aantal profvoetballers. Ja. Maar vanavond was jij bovenal fan van Albanië. Zeker. Ja, zeg het maar. Ja, dit is, het is sowieso historie dat we scoren. Maar dat we winnen op een EK voor zo'n kleine voetbalnatie relatief. Arm land, een van de armste landen van Europa. Kosovo-oorlog nog vers in het geheugen. Veel Kosovaarse spelers. Dit is echt geweldig voor alle Albanese in Albanië. De hele diaspora. Dit is heel mooi. Ja, dus die blijdschap die we daar zagen en die we hier nu ook op deze schitterende foto zien... Ja. Die gaat gewoon puur om het bereiken van die overwinningen. Precies. Er zal nu niemand daar denken aan, reken, hoeveel punten hebben we. Dat is een extraatje als we doorgaan. Dat is gewoon, leuk, maar dit is al de top, zeg maar. En wat je hier ziet, dat zijn de taferelen die zich nu in Albanië zelf ook af zullen spelen? Ik denk Albanië, Kosovo, een deel van Macedonië, Duitsland, Zwitserland. En wat gebeurt er dan? Is dat à la Turkije toeterend voor de straat? Ja, ook heel veel. Ja, heel veel toeteren. En hopelijk niet met Kalashnikovs in de lucht, maar dat kan misschien ook. Nou, zolang het in de lucht is, is het prima. Ja. Ah, die kogels die dalen ook weer, hè? Ja, dat is waar. Dat is Link. Ja, nee, dat is inderdaad knap, Link. Het is wel zo dat die laatste wedstrijd blijft wel interessant nog. Eerst was het twee ploegen gaan door en dan die laatste. Dus je hebt zeg maar 3 punten te weinig om nog die laatste wedstrijd te spelen. Albanië kan nu nog door met 0 punten. Anders waren ze uitgeschakeld geweest. Ja, ik vind het hartstikke leuk, ook voor onze gast. Hij zal er zo ook echt iets moois over gaan. Ja, die wedstrijd blijft nog spannend daardoor. Er zijn geen voetbaldwergen meer. Conclusie, het bestaat gewoon niet meer. IJsland niet. Albanië ook niet meer. Ik zie de Gibraltar misschien nog wel. Ja, maar niet op het EK. Ja, denk nee, dat klopt. We komen straks bij jou terug, want jij sluit deze Albanese avond... mag ik rappend zeggen of zeg je liever slamdichtend? Wat je zelf wil, rappend, slamdichtend. Okay. Ja. Dan, dat zien we dan zo meteen. Ja, en dan het feest in Albanië, Luan. Het zal je zonder twijfel aanspreken. Dit gebeurde er al daar op een prachtig plein. Na de goal. De allereerste op een eindronde. Het feest zal nog lang duren, denk ik, Henry. Ja, dit is ongeveer wat jij bedoelde, hè? Ja. Ik zie nog geen Kalashnikovs. Nee, gelukkig. Ja, er worden wel wat getoeter. Ja, en vuurwerk. Ja.
Dit is ongeveer zoals je het je had voorgesteld? Ja, dit is toen we ons plaatsten voor het EK was het ook gekkenhuis. Maar dit is natuurlijk, dit is ongekend. Dit is echt vijf jaar geleden verlies je 4-0 bij Liechtenstein, bij wijze van spreken. Ja, dat is altijd lastig uit, hè? Precies. En nu Liechtenstein sta je op een EK. Dus ja. Op zich, ja, dat is natuurlijk heel... En je wint van Roemenië. Precies. En wie weet waar het nog toe kan reiken. Engeland tegen Slowakije. Luan, dan is nu de vloer aan jou. Vier dagen geleden ging het vooral over alle mensen in de huiskamer. Ik heb zo het vermoeden dat het nu gaat over jouw land. En de eerste historische zegen op het EK. Ja. Nou, ik ga het gewoon even weer doen. En we pakken de beelden erbij. Ja. Mijn naam is Luan en ik zal vandaag niet balen. Want Albanië heeft nog een kans op de 8e finale. Dat ik dit mag meemaken in mijn leven. Ik heb geen pen bij me, maar geschiedenis is geschreven. Improvisatieskills, niemand fokt me dat. Ik ga wel wat zingen over mensen hier. Hugo, maak je borst maar nat. Want wij waarderen en respecteren je visie. En hij kan toch alleen maar lachen, want Sparta speelt eindelijk weer eens in de Eredivisie. Dat zijn van die mooie momenten. En gelukkig horen we Jury ook niet zeiken over FC Twente. Ja, je kent me, je weet hoe het gaat. Ik zeg waar het op staat. Net als die LP-speler ga ik helemaal uit mijn plaat. Ja, Albanië. Muziek in Tirana, Pristina, Kosovo, Macedonië, Luan, de improvisatie MC en ik ben klaar. Geef het woord weer aan Henry. Woe! Messi springt ervan op de bank. Ja, die wordt helemaal gek. Oké, je weet het al. Luan freestylt bij dit Solar Festival. Ik weet niet of je het aan kan, maar rechts van me staat de presentator Nathan. There's no way you're gonna battle me. Stuur hem alsjeblieft terug naar de BNN Academy. Want het is fucking laaf en ik ben niet fucking braaf. Ik laat me niet kleineren, ze noemen me geen Bart de Graaf. Ik heb deze shit onder de knie. Is BNN Nederland 1, 2 of motherfucking 3? Dat weet ik niet, maar ga maar pitten. Want ik wil stiekem met Geraldine in een camper zitten. Oh! Ja, joh! Hoe is het nou om op zo'n festival dit te doen voor zo'n publiek? Nou, dit is volgens mij van origine een muziekfestival. Ja. Dus wij komen met woordkunst zonder muziek. Maar ik vind dat de mensen er toch goed op reageren. Want je weet dat ze voor DJ's komen, of Ronnie Flex, of de jeugdvertegenwoordiger. Maar ze reageren er wel goed op. Terwijl Jerel denkt, is 50% wel helemaal hier qua onder invloed. Zeker. En wij hebben diepe teksten. Maar ja, het wordt goed ontvangen. Dus het is speciaal, maar leuk.